Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag dinsdagochtend. En als je heel veel zin hebt in deze vlogmas, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de nieuwe vlogmas. Oké, het is vandaag dus dinsdagochtend en het is bijna 9 uur. Ik moet even een kwartier weg, want om 10 uur begint mijn school. Ik was vanochtend al heel vroeg wakker, want ik moest dus eerder naar school. Dus ik moest hem even naar het station toe brengen. Dus daardoor was ik nogal vroeg. En deze trui maakt me echt lijkwit. Ik ben even wit als dit shirt. Kan echt niet. En wij gaan straks dobbelen op school. Ik heb vandaag best wel een drukke dag. Want ik zit tot 5:30 op school en ik moet om 6:00 werken. Dat is niet echt heel handig gepland. Maar ik schrik me dood. We gaan dus zo meteen met de klas dobbelen. Maar niet met spullen die je nieuw moest kopen. Maar je moest iets van thuis meenemen. Of inpakken. Alleen we hadden dus geen inpakpapier. Een beetje triest. En dan moest je dat dus... Ja, gewoon inpakken wat je niet meer gebruikt. En waar is dat van mij nou? Voordat ik het vergeet mee naar school te nemen. Ik ben echt alles kwijt de hele tijd. Ik word helemaal gek. Ik kan het gewoon niet vinden. En het is best groot. Oh, het ligt daar. En... daarop moesten we een gedicht plakken van 2 zinnen of zo. Dus ik heb het nu in een H&M-tas ingepakt. Dus ja, goed voorbereid. En daarna heb ik traject. Ik hoop dat ik daar iets kan filmen. Want anders wordt het een beetje... ja, dan weet ik nog niet zo goed wat ik moet gaan filmen. Misschien vanavond of zo. En even kijken. Nee. Nog even wat oorbellen indoen. En dan moet ik over een kwartiertje echt weg. En ik heb echt heel erg buikpijn. Ik heb eigenlijk ook echt geen zin. Maar ik moet. Want het is gewoon verplicht. En het zijn wel hele handige lessen. En ik had dus vannacht, had ik mijn video aangezet. Maar ik was dus heel vroeg in slaap gevallen. Omdat Mick nog bezig was met dingen voor school. En dus nu is mijn vlog niet goed geüpload. Zij is nu nog aan het laden. Dus ik hoop dat ik hem op school kan afmaken. Ziet dit er raar uit? Een beetje wel. Dus ik hoop dat hij op school nog heel even kan laden. Want hij moet nog iets van 10%. En dan... ja, nee, dan is het wel genoeg. En ik moet nog even de thumbnail en zo doen. Ik heb wel al een foto gemaakt. Alleen ik moet hem nog even bewerken en zo. Dus dat eigenlijk. En... ik moet vanavond van 6 tot 8 werken. Dus het is echt helemaal niet lang. Alleen het is wel rot omdat ik dus tot 6:30 naar school moet. Auw. Blijft dit zitten? Ja. Dus, oh, ik moet nog mijn werkspullen inpakken. Goed dat ik dit nu zeg. Oké, ik heb wel weer genoeg gepraat. Oké, ik zal toch nog even snel laten zien wat ik aan heb. Want ja, anders krijg ik daar weer vragen over. Deze trui is van Chiquelle. En ik heb een flare broek aan. En deze was ooit van de Sting. En dit zit gewoon echt heel erg lekker. En het ziet er op zich ook nog wel oké uit. En nu moet ik echt naar school voordat ik te laat kom. Oké, ik ben op school en we gaan zo meteen dus, we gaan toch dobbelen of wat gaan we doen? Weet ik niet eigenlijk. En we hebben allemaal leuke cadeautjes, dat van mij slaat echt 1000 keer nergens op, maar oké. En daarna hebben we trajectkunst en ik ben zo moe. Ik heb echt heel raar. Oké, het is 6:15 en ik heb vandaag op school niks gefilmd omdat dat simpelweg gewoon niet kon. En dat dacht ik ook al eigenlijk. En het is dus nu 6:15. Ik ben nu klaar. En ik moet om 6:00. Ja, over een kwartier dus op mijn werk zijn. Ik krijg er nu een melding van. Dus dat is echt, echt heel erg kut. Want ik ben echt gewoon helemaal gesloopt. Dus ik heb gelukkig wel mijn werkkleding mee. Mijn telefoon is ook leeg. Dus die doe ik nu in de oplader. Ga ik nu naar werk toe rijden, gelijk werken tot 8:00. Dan moet ik... Ja, ik heb ook nog niks gegeten en zo. Dus het is niet mijn beste dag. Laten we het erop houden. Ik ga in ieder geval nu naar werk toe rijden voordat ik ook nog eens te laat ben. En dan zien jullie mij na werk weer. Jeetje. Wat zie ik eruit? Oké, ik ben terug van werk. Het is inmiddels al, denk ik, al 9:00 geweest. Want ik heb net ook avond gegeten. En ik wilde eigenlijk een mukbang gaan opnemen. Maar ik had gewoon echt trek. En ik had gewoon echt zin om gewoon...
veel te eten. Dus dat is hem niet geworden. Ik ga echt ziek worden, ik weet het zeker. Ik heb even lekker de trui van Mick aan. En ik ga zo meteen mijn stage voorbereiden voor morgen. Want voor de mensen die dat niet weten, ik loop stage op de basisschool. En morgen is het natuurlijk Sinterklaas. En zelf doe ik helemaal niks aan Sinterklaas. Dat doen we eigenlijk nooit. Behalve toen natuurlijk toen ik heel klein was. Maar nu dus niet meer. En ja. Op stage doen we dan natuurlijk wel. Want ik heb groep 3-4. Dus dat is echt super leuk om dan met die kinderen iets te doen. En het leek mij wel leuk om een activiteit te organiseren. Maar ik heb eigenlijk nog helemaal niks eraan gedaan. Dus ik ga even kijken of ik iets weet. En ja, anders moet ik heel even iets anders gaan verzinnen. Het hoeft natuurlijk ook niet per se. En ik moet natuurlijk de vlog editen. Die echt niet lang gaat zijn. Want ja, ik heb vandaag gewoon letterlijk niks gefilmd. En ik heb echt iets heel leuks besteld. Namelijk een bullet journal op bol.com. En ik wilde dit eigenlijk altijd al. En ik ben altijd in schriftjes bezig met dat soort dingen. Maar ik dacht, nu ga ik gewoon echt beginnen. Ik weet nog niet of ik maand december ook al gelijk in ga doen. Alleen, ja. Misschien wel voor het nieuwe jaar. Ik heb in ieder geval best wel veel dingen besteld. Dus dat is heel erg leuk. En ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik krijg morgen binnen. Dus ik hem morgen even in de vlog laten zien. En ik ga nu via Pinterest. Ga ik eventjes kijken naar leuke inspiratie. Voor Sinterklaas dingetjes voor morgen. Want via Pinterest is echt top. Echt heel erg top. Ik ben zo blij dat de vlogmas video zo goed wordt ontvangen. En dat ze ook best wel goed worden bekeken. Want meestal valt het altijd een beetje tegen als je elke dag een video uploadt. Maar ik vind het echt heel erg leuk dat er zoveel mensen ook reageren erop. Want dan weet ik ook gewoon of mensen het leuk vinden. En ik zal nog even laten zien wat ik doe voor mijn inspiratie voor in de klas. Ik vind het zelf ook heel lastig. Maar even kijken, waarom laat hij niet? Oké, ik wist dus niet wat ik moest doen. Dus ik ga dit voorbereiden. Ik ga dit dansje uit mijn hoofd leren. En dan ga ik dit met ze doen. Ik zal het even laten zien. Jongens en meisjes. Wij zijn stapelgek op dansen. Dat ga ik dus nu proberen uit mijn hoofd te leren. Ik hoop dat dit de bedoeling is. Maar ik weet gewoon echt niks anders. En ik vind het wel heel erg leuk om iets te doen. Dus zou ik anders de camera neerzetten terwijl ik dit handje aan het doen ben? Of zou ik het eindresultaat filmen? Ik zet mezelf zo erg verschut in deze vlogs. Maar oké. Okay. Ik ken het dansje nu uit mijn hoofd. Ik ben wel echt helemaal bezweet. Ik ga het denk ik niet laten zien, want ik schaam me gewoon echt oprecht. Maar het is wel echt heel erg leuk om dit te doen met je stageklas, want zij vinden dit echt geweldig. En zeker, net zoals Just Dance, dat vinden ze echt helemaal top. Dus waarom zou ik het dan niet doen, weet je? En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Je moet je alleen gewoon over een soort van, ja, je moet gewoon even doorheen bijten en het gewoon gaan doen. En het is wel gewoon een leuk liedje. En die kinderen vinden het helemaal top. Dus ik ben blij dat ik het liedje ken. En dat ik in ieder geval iets heb gedaan. En dan ga ik nu de vlog editen. Dus bij deze sluit ik ook deze vlogmas af. Ik hoop dat je het een leuke vlogmas vond. Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. En even te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer om 4 uur. Bij een nieuwe vlogmas video. Doei doeg! Ho, ho, ho. Shake up the house.